Chattime is bij de opening van de Vredesweek. Nu geopend. Waarom organiseert u een Vredesweek in Breda? Wij van de Stichting Vredesweek Breda en Omstreken, die organiseren al jarenlang een Vredesweek. Zoals heel veel plaatsen in Nederland. Het initiatief is ooit genomen door PAX, de vredesorganisatie. En die hebben allerlei ambassades van vrede, zoals het heet, in het land. Dus ook Breda is een ambassade van vrede. Wij doen dit omdat het hard nodig is. Ik denk dat het nu nog wel harder nodig is dan ooit. Hè? Zeker als we zien hoeveel vluchtelingen, asielzoekers er in West-Europa op ons dak komen, ook letterlijk aan de grens. Denk ik dat het thema ook heel goed gekozen is. Vrede verbindt. Wij hopen ook dat we met die mensen in vrede kunnen leven. En vandaar dat het thema ook goed gekozen is. Laten we hopen dat we met elkaar ook heel veel vrede bewerkstelligen. Waar denk jij aan bij vrede? Minder ruzie, geen oorlog en meer respect. Er moet meer vrede in Nederland zijn, ook in andere landen. Elkaars mening delen. Respect op school en respect over de wereld. Nou, dat kinderen vrij zijn en dat ze ook gewoon buiten kunnen spelen. Met vriendinnetjes kunnen afspreken en naar school kunnen gaan. Nou, dat is waar ik aan denk als ik over vrede hoor. Ja, toch? Ja. Geen oorlog in het land en samenleven. Vertrokken als reiziger, maar nu als drenkeling op een kust geworpen. Met een erbarmelijke tocht achter de rug. Geen eikpunt, geen oriëntatie. Met een schok realiseer je je waar je bent. Het niemandsland tussen twee werelden. Het oude is vergaan, het nieuwe moet zich nog vormen. Wat vindt u ervan dat er een Vredesweek in Breda georganiseerd wordt? Dat is heel goed, want vrede is heel erg belangrijk. Soms besef je dat niet altijd, denk het niet altijd daarna. Maar als je natuurlijk ziet wat er op dit moment in de wereld gebeurt, dan weet je hoe belangrijk vrede is. Wat zouden we met z'n allen kunnen doen om de wereld een stukje mooier te maken? Nou, ik denk dat het thema van de Vredesweek, dus waar gaat de Vredesweek over? Vrede verbindt. En dat betekent dat je verbinding maakt tussen mensen. Ondanks alle verschillen die er zijn. Verschillen in geloof, verschillen in politieke voorkeur, verschillen in ras, verschillen in seksen, verschillen in geaardheid. Dus ja, uiteindelijk zegt, we zijn allemaal mensen en we zoeken verbinding met elkaar. En als we dat met elkaar hier in Breda doen, dan laten we zien dat we hier een vredessamenleving zijn en een gastvrije samenleving zijn. Dit was weer een uitzending van Chattime TV. Tot de volgende keer. Doei!